Nou, met de regen in aantocht, of hevigere regens in aantocht, blijft het altijd spannend hoe de problemen op het ministerie van Openbare Werken opgelost zullen worden die betrekking hebben op wateroverlast. Nou, bij de Prostaatkankerstichting Suriname doen ze dat anders. Daar halen ze gewoon een deskundige, een topdeskundige erbij, om een prostaatkanker awareness sessie te draaien. Ik praat vandaag met de voorzitter van deze stichting. Dat is mijn studiogast. We kennen hem als Chas Warning, geen onbekende bij ABC. Chas, goedemiddag, welkom in Magazine 4. Vertel een awareness sessie, een prostaatkanker awareness sessie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, ik zal toch even de historie bij moeten pakken. Ik ben in 2005, om precies te zijn, 17 jaar geleden, in november 2005, ben ik gediagnosticeerd met ernstige prostaatkanker. Ik heb me op dat moment door diverse deskundigen laten begeleiden, omdat ik zelf niet wist wat prostaat was, ik wist niet eens wat prostaatkanker zou zijn, ik wist niet eens wat een uroloog was. En ik heb toen op dat moment, dat was op 14 februari 2006 in Bordeaux, Frankrijk, de beste operatie die er op dat moment bestond in de wereld gehad. Wat is de beste operatie op dat moment? De andere operaties zijn traumatisch als je werd geopereerd. Is de kans groot dat je impotent incontinent wordt. En met die operatie die ik heb ondergaan heeft de toen professor Gaston mij gegarandeerd, je wordt niet impotent en je wordt ook niet incontinent. Dus dan kun je rustig afvragen waar zet je je geld. De Surinaamse urologen Walter Rier en Jimmy Fernandez hebben mij toen gezegd, Chas, je moet ons één ding beloven, wanneer jij gestabiliseerd bent, moet je een patiëntenorganisatie in Suriname opzetten. Dus ik heb dat toegezegd op dat moment in 2006-2007. En ik kreeg ineens een telefoontje in maart 2015 van, hey Chas, hoe gaat het? We hadden een afspraak, gaat het door? Ik heb natuurlijk ook weer ja gezegd. En ik heb een x-aantal vrienden gebeld, in totaal 10 stuks. En ik heb het ze voorgehouden van, luister, ik ben bezig een stichting op te richten voor patiëntenorganisatie, wil je meedoen? En iedereen heeft ja gezegd. Nou, en vanaf dat punt hebben we de stichting opgezet. In december 2015. En de doelstelling van de stichting is het fenomeen prostaatkanker zo dichtbij mogelijk bij de samenleving te brengen, mannen bewuster te maken van het bestaan en hoe je daarmee kan omgaan. Want wat is vaak het geval? Mensen zien, mannen ervaren problemen bij plassen, seks, bloed in de sperma, etc. Er zijn verschillende symptomen die een signaal kunnen zijn en houden dat voor zichzelf en praten er niet over. Nou, met onze organisatie willen wij juist dit taboe doorbreken en de drempel verlagen. Want namelijk, om achter te komen hoe je prostaatsituatie is, moet je gewoon naar de huisarts toe gaan en de huisarts vragen om een PSA-onderzoek te doen. En PSA is prostaatspecifiek antigeen, maar op grond van het resultaat daarvan weet men of het stabiel is of als er gekke dingen gebeuren. Want de norm, dat het normaal is, is tussen de 0 en 6. Tussen 2 en 6. Oké, goed. Maar je bent begonnen, komt het dichterbij, want een van de doelstellingen is om zeg maar, die informatie dichterbij die samenleving te brengen. Komt het dichterbij die samenleving? Wij hebben als stichting geen onderzoek gedaan, maar we hebben heel intensief contact met de Surinaamse urologen die opereren in AZ, in MMC. En die hebben gezegd dat sinds wij actief zijn, hun poli drukker is geworden. Dus daar komt het wel aan. Goed. Maar wanneer moet je zeg maar als de man, want het is iets voor mannen, wanneer moet die man zeggen van hé, dus oppassen? Even correctie. Het is een ziekte bij de man, maar op het moment als het speelt,
heeft het directe invloed op je partner, je sociale omgeving, je kinderen, ja. je vrienden. Ja. Dus je bent er niet alleen. En als je het voor jezelf houdt, mm-hmm. op het moment dat ze naar buiten komen, is er paniek. Ja. En dat stukje mm-hmm. willen we doorbreken. Oké, goed. Nou gaan jullie maandag aanstaande en hebben jullie een awareness sessie. Wat staat er te gebeuren? We hebben via ons netwerk, we hebben een vrij goed netwerk in Nederland met name, zijn we in contact gekomen met dokter Gary Pigott, een Surinamer, die in Nederland toch wel behoort tot de top 3 urologen. En ik praat in dat soort termen, omdat ik ook ooit eens, toen ik in het medisch, ik zit nog steeds in het medisch traject, maar toen ik in het medisch traject begon te gaan, heeft men me duidelijk gemaakt. Luister, net als bij voetballen heb je Messi, Ronaldo en noem maar op. Zo heb je die ook in de medische wereld. Ja. En deze specialist behoort tot de top. Mm-hmm. Hij heeft niet de creativiteit, hij heeft de deskundigheid om je te verbouwen van man naar vrouw en vrouw van man naar man. Ja. Ja. En hij beheerst alle urologische, urineachtige toestanden van ons leven. Ja. Dus hij komt speciaal, hij is vandaag vanmiddag geland als het goed is. Hij komt een lezing geven aanstaande maandagavond. En dan gaat hij praten over incontinentie. Naar aanleiding van prostaatkanker en erectiestoornis. Oké, goed. Daar gaat hij over praten. Wie verwachten jullie? Nou, sommige mensen hebben de aankondiging een beetje vluchtig gelezen. Mm-hmm. En waren afgelopen maandag al in buitensociëteit het park. Want daar hoor, dus ze dachten dat het afgelopen maandag was. Maar wij verwachten toch wel heel wat mensen. Uh-huh. En we doen ook een beroep dat zij die willen komen, geef je vooraf aan. Op bij het kantoor van de Prostaatkankerstichting. We hebben namelijk 3 dagen in de week houden we kantoor in het park. En daar kunnen wij dan een beetje beeld hebben hoeveel mensen we kunnen vragen. Oké, goed. Dus hij wordt gehouden in buitensociëteit het park? Ja. Oké. Iedereen vooraf registreren of gewoon binnenkomen? Iedereen mag binnenkomen, want het gaat erom dat we de drempel zoveel mogelijk willen verlagen om het gesprek over prostaatkanker algemeen te maken. Ja. Je hoeft het niet voor jezelf te houden. Okay. Je hoeft er niet alleen mee te lopen. Je hoeft niet stiekem naar de dokter te gaan en niemand iets vertellen. Ja. Is niet meer nodig. Okay. Want als we er vroeg bij zijn, kun je gewoon leven met prostaatkanker. Want toch wel heel even hierop doorvragen. Want meestal als men hoort prostaat, dan denk ik eigenlijk in wat dat idee. Dat is kanker wordt geassocieerd met de dood. Toen ik het te horen kreeg, dacht ik ook, oké, einde verhaal. En ik heb het geaccepteerd, einde verhaal. Waarom? Ik heb in die fase van 2005, ben ik heel veel vrienden kwijtgeraakt. Binnen een korte periode, hersentumor, zeker 5. Mm-hmm. En ik heb toen voor mezelf besloten van, oké, dan is dit het moment. Mm-hmm. Totdat ik erop ben gewezen. Het is in een vroege fase en er zijn nog mogelijkheden. Ja. En nu, 17 jaar verder, is de medische technologie voor de behandeling zeer vooruit gegaan. Mm-hmm. Waarbij leven met prostaatkanker mogelijk is, als je er vroeg bij bent en dat je je laat onderzoeken. Goed, maar hoe weet je dat je er vroeg bij bent? Er is 1 regel. Om te beginnen, als je vader prostaatkanker heeft gehad, is de kans reëel aanwezig dat jij dat ook zou kunnen krijgen. Mm-hmm. 2, als je in een leeftijdsklasse zit tussen de 45 en de 50 jaar, toen ik werd gediagnosticeerd was ik 49. Yeah. Want wat zegt men meestal, prostaatkanker? Is een oude mannetjesziekte. In de 70 is het een automatisme. Mm-hmm. Nou, ik was 49, over oud kun je daar niet praten. Mm-hmm. En als je tussen de 45 en 50 jaar oud bent, ga 1 keer per jaar naar je huisarts en zeg, kunt u mijn prostaat even checken, mijn PSA even checken. Mm-hmm. En ook de prostaat, want namelijk, naarmate je ouder wordt,
groeit die prostaat. Ja. Dat hoeft niet te betekenen dat je prostaatkanker hebt, maar je hebt een vergroot prostaat en dat brengt weer problemen met plassen. Oké, okay, goed. Dus één keer per jaar? Eén keer per jaar. Doe die test en die test is, hoe gaat dat? Een prikje? Het is een bloedprikje, wordt opgeslagen, gaat naar het laboratorium en daar stellen ze vast okay. de waarde van die PSA. Oké, okay, dus geen moeilijke dingen? Geen moeilijke dingen. Wat er wel is, is dat de huisarts, los van dus het bloedonderzoek, ook een rectaal onderzoek zou kunnen beslissen te doen. Ja. En daar zijn vele mannen een beetje terughoudend in, slash wijzen het af. Jongen, hoor, man, ik kon naar mijn bakassie. Maar het is belangrijk, want die twee dingen bij elkaar kunnen al heel veel dingen uitsluiten. Oké, okay, goed. In elk geval maandag aanstaande met dokter Gary Pigott. Is er een prostaat-awareness-sessie? Hoe laat begint hij? Hij begint om 7 uur. Buiten Sociëteit? Buiten Sociëteit, het park Grote Kombijweg, nummer 39. Ja. Het begint om 7 uur. Het is handig dat je je opgeeft van maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 1 uur. Houden jullie kantoor. De nummers die zijn nu in beeld. Dus de mensen kunnen altijd vooraf opgeven. 424-949. Oké, okay, goed. 424-949. U ziet het in beeld nu. Dus de mensen kunnen zich daar opgeven. Tjaas, ik wens je ontzettend veel succes met de activiteit. En we kijken uit hoe dat verder gaat ontwikkelen. Dank je wel.